Matthijs Berg maakt 2 goaltjes. Ja, het is ongelooflijk. Het is ook niet 2 van de 10 goals, maar het is gewoon 2 van de 4 goals. Weet je wel, 50% van de productie vandaag. Ja. Ja. Weet je wat dat betekent? Je bent man van de wedstrijd geworden. Nee, dat man van de wedstrijd geworden. Ja, 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 ja. Heerlijk dit zeg. Is eerlijk opgestemd, het publiek. Echt? Ja. Dank u zeg. Ja. Dus, bij de huis. Wel, geen bal, helaas. Had hij mijn naam meiden? Ja, sowieso. Hij heeft hem! Hij is man van de wedstrijd. Zo. Nou, ik speel de pot van mijn leven. Edward, kan je alsjeblieft wat hoogtepunten erin doen, ook gewoon in de samenvatting. Want ging echt goed, maar dan scoort hij weer 2 keer en dan heb je toch weer baas boven baas. De eerste was vooral goed door die benen, ja, dat moet je wel zien. Ja, maar dat is gochme. Nou, maar jij kreeg een heel belangrijk moment, die penalty. Ja, maar kijk, weet je, ik wil gewoon niet mijn eerste doelpunt uit penalty scoren. Ja, weet je, laf. Ik wil gewoon in 1 keer vrij trap erin rachten ofzo. Dat is een mooi bruggetje. Jij zegt vrije trap. Ik was van de week naar zelf al. Ja. En van wie krijg jij de groeten? Heb je het gezien? Heb je het gezien? Foto? Ja, ik heb een fotootje gezien, ja. Ja, jongen, ik wil heel graag. Stefan. Mijn levensdoel is een biertje drinken met Stefan de Vrij. Als ik nou zeg dat ik dat kan regelen. Fantastisch. Geloof je me? Ja, zeker. Ja. Ik heb hem 1 keer ontmoet in het vliegtuig, maar gewoon een pilsie. Toen was hij zo vrij als een vogel. Ja. Hé, hey, we gaan naar Mattie. Hoe vond je rol? Ja, was top. Veel sneller dan eerst, hè. Hij heeft gewoon wat pace gewonnen, ja zeker. Pace, jij gaat in de Formule 1 taal praten nu? Nee, FIFA gewoon nog steeds. Oh, ik dacht pace. Ja, pace car. Nee, hij sneller, uithoudingsvermogen, kracht. Ik moest wisselen van jou. Ja, dat moest niet, maar... Ik moest ook wisselen. Sta je bijna op een hat-trick, krijg je nog een kwartiertje in de tweede helft. En het, kijk, het gaat niet eens om mij, het gaat gewoon om die titel die je dan misloopt, weet je wel. Nee, we hebben de beker. Ja, dat boeit mij dus niet. Hij wil de bal. Ik wil de bal en de room. En ja, de video, nu, weet je wel. Ja, maar nu heb ik je getriggerd. De bitches. Ik ben wel los als spits nu, dat is wel duidelijk. Ik heb jou getriggerd dat je de volgende keer dus... Okay, nou, dan gaan we de volgende keer hat-trick. Ja, lekker toch? En eerst even deze soldaat maken met de mannen in de kleedkamer. Ga je dat echt doen? Nee, hij is van mijzelf. Schoorsteenmantel, denk je? Nou, ik weet dat Matt een goede champagne wel kan waarderen. Nee, maar dat is kava. Oh, is dat een domper? Ja, het is wel goedkoop, Roy. Het is een domper, want het is geen dompe. Volgende keer dompe als ik een hat-trick. Dan rijd je hem klaar, die dompe. Luister. Een hat-trick. Ja. Ja, staat. Ja, maar als ik dan 2 keer scoor, ga je hem weer uithalen natuurlijk. Nee. Oh, dat is wel een goeie. Ja, tactische wissel. Ja. Maar voor jou tactisch. En dan voor de wij hem op. Ja. Voor zijn neus. Dan drinken wij hem op. Als Martin hat-trick scoort of ik score. Ik ben niet flauw. 1 keer na die 150.000 wedstrijd van Credits FC man of the match worden. Ik wil zo'n dinercheck of een flessie of wat dan ook. Oh. Ik ga elke keer met lege handen naar huis. Ik heb het helemaal niet. Je hebt het diner ook. Ik wilde niet onaardig doen, maar een diner is natuurlijk wel leuker dan zo'n flessie. Heb je ook. Bij de eterie hier in Nieuwegein op het dorp. Ja. Dat vind ik echt tof. Nee, en dat is een toprestaurant. Daar hadden we ook de hapjes van vooraf. Oh, dat is lekker zeg. Voor hoeveel? Te goed? Voor 2 personen. Oh, dat is top. All in. Helemaal top. All in, helemaal top. En wie neem je mee? niet Roel, nee. Dompen, weer een dompen? ik heb andere momenten met Mattie die ik heel romantisch vind, dus ik hoef niet een etentje. Maar de India's van de week, hè? Ja. Dat is veel schijten. Nee, jij? Had jij last daarvan? Ja? Was het nog het oude huis? Of? Nee, was gewoon bij hem. Nee. Had je eigenlijk ook zelf? Nee, de Indiaanse restaurant. Nou, over gesproken over die hat-trick en die goal van hem. Staat er al een wedstrijd op programma? Ja, 26 september, de volgende wedstrijd in Wijk bij Duurstede. Waar ligt de Groningen zeker weer? Wijk bij Duurstede? Ja, moet jij toch weten? Ik weet niet, bij Duurstede ligt dat. Nou, goed. Bij Duurstede. Waar is dat? Wijk bij Duurstede. Een wijk of een buurt? Wijk bij Duurstede, dat is net voor Culemborg. Oh. Val mee, hè? Edward. Dit is Edward van Culemborg. Dit gaat wel. Dit is top. Weet je wat? Wedstrijd zenden we niet uit. Alleen dit hele interview. Maar 8 oktober spelen we bij Kampong, Utrecht. Maar hoe kom ik aan die waardebon dan? Die ga ik voor jou regelen. Die ben ik vergeten. Ja. Oké, goed. Hey, maar oktober, Utrecht. Thuiswedstrijdje dan voor ons, hè? Binnenkort. Ik binnenkort bakje doen op kantoor. Ja, zeker. Ja. Altijd welkom. Gaan jullie op kantoor of gaan jullie naar huis? Nee, thuis. Ik ga ze sparen vanaf nu. Ja. De laatste lovende woorden. Jij mag afsluiten. Mooi romantisch iets over Mattie. Geen idee. Maar doe maar wat je wil. Mensen thuis, dankjewel voor alle support op Creators FC. Niet alleen dit kanaal, deze video, maar ook de socials. Want wat gaan we lekker. Grootste YouTube-elftal van Nederland. Europa, tot ziens. Europa. De wereld. Dit is natuurlijk niks buiten het universum. Tot ziens. Debuut van Thomas. Wie? Kortom. Oh ja. Ik was niet echt dat je denkt, heeft hij iets gedaan? Een kwartier meegelopen. Nou. Nee, hij heeft zijn best gedaan, maar voor mij had hij geen idee wat voetbal inhoudt. Nee, maar dat vind ik bijzonder.
Misschien hebben we dan nog een compilatie van zijn loopacties, looplijnen. Of is dat te, nee, is te veel werk? Edward vindt dat te veel werk. We hebben de verkeerde kant op, toen stond hij bij ons door. Ja, ja. Ik zei Thomas naartoe. Ik zei etteren, etteren. Zei die, daar ben ik wel goed in. Ik zei doe, etteren, etteren. Maar hij was wedstrijdzwemmer, zei hij. Dus nou, dat was te zien. Hey, en Stan? Stan, die deed goed, man. Dat vond ik Stan Brownie. Een beetje internationale allure ook, kunnen we wel gebruiken. En hij deed echt goed. Assist, ik, mijn tweede goal. Ja, ja zeker, zeker. Ik vond het alleen lullig. Weet je, ja, ik appte hem. Ja, ik liever niet verdedigen. Maar ik zat met mijn hand in mijn symbolische haar. Het is een werkpaard. Ik heb hem zien trainen, jongen. Ik heb jou ook zien. Nog niet, hè? Die komt nog, hè, die video? Nee, die is online. Echt? Ja, ja. Oh, zo snel. Zien we jouw planken dan? Nee. Ja, nee. Nou, dan zal ik nog even melden dat 100% staat nu op beeld. We gaan nog even iets leuks regelen met koken met Roelie. Met een sterrenkok. Ja. Dus bij deze.